Dames en heren, van harte welkom. U bevindt zich op kanaal 48 en vandaag weer een leuke film voor de Surinaamse mensen en de mensen die van Ronald Snijders houden. De Wereldomroep die heeft in 1974 een film geschoten van Ronald Snijders en zijn muziekactiviteiten en de mensen met wie hij samen muziek speelde. Maar die film was in zwart-wit. Ik heb die film voor u ingekleurd, zodat we vandaag in 2024 Ronald Snijders in kleur kunnen zien. En niet te vergeten zijn vrienden en de mensen die in de film voorkomen. Dus gaat u er weer even lekker voor zitten. Ik wens u heel veel kijkplezier toe. Dit is Puk, Channel 48. En geniet er maar weer even van. Ik ben Ronald Snijders. Ik ben geboren op 8 april 1951 in Paramaribo, in de Hoge Straat. Mijn vader is Eddie Snijders en mijn moeder is Olga Snijders Hooft. Ik kom uit een gezin van 9 kinderen. Dat is voor Suriname niet veel. Maar het is erg gezellig thuis geweest. Ik heb de middelbare school afgemaakt. En vertrok toen naar Nederland om voor weg- en waterbouwkundig ingenieur te studeren. Ik heb altijd een heel grote interesse gehad voor muziek. Het begon reeds in Suriname, op de blokfluit en ook percussion instrumenten. En ik ben steeds meer muziek gaan maken. En in Nederland heb ik me vooral gericht op jazz en ook klassieke muziek. Met de klassieke muziek heb ik ook erg veel succes weten te bereiken. En met de jazzmuziek eigenlijk nog meer. Omdat ik een paar maanden geleden, om precies te zijn in augustus 1973, de persprijs kon behalen op het jazzconcours in Laren. Waarmee ik erg blij mee ben natuurlijk. Want ik heb er eerlijk gezegd erg hard voor moeten werken. En de concurrentie was erg groot. Ik heb hier nog wel wat bamboefluiten, daar wil ik ook een beetje afspelen. Ik kom uit Suriname en ik heb ritmische gevoelens mee die op een of andere manier toch in de verschillende componenten van het Suriname te vallen zitten. Ik denk niet alleen aan negers, ik ben zelf een neger, maar bijvoorbeeld de Hindustanen en de Javanen en de Chinezen en vooral de Boslandkriolen hebben een erg goede ritmiek waaruit je misschien een heel aparte vorm van jazz zou kunnen halen. Jazzmuziek is ontstaan aan het begin van deze eeuw en stamt gewoon af van de negers die uit Afrika naar Amerika zijn getransporteerd en die op een bepaald moment muziek gingen maken om zich vooral uit in geestelijke zorgen te brengen. En in Suriname zijn deze vormen van muziek eigenlijk ook aanwezig. Alleen er is één stammenfout gemaakt. Men heeft de muziek van de negers uit Amerika heeft men jazzmuziek genoemd en de andere muziek van negers, bijvoorbeeld uit Suriname, noemt men geen jazzmuziek. En dat is gewoon een kwestie van mode. Het is net als wanneer je een bepaald voorwerp dat sprekend op een ander lijkt, toch met een andere naam betitelt. Maar in feite bestaat het woord jazzmuziek niet eens. Het is, maar je zou best kunnen zeggen negermuziek of voor mij wat Afrikaanse muziek. Daar heb ik direct het oerelement te pakken. De jazzmuziek is voor mij een instinctieve uiting van mijn gevoelens en verleden die ik nu wil vergeten. Dat is het. Zou u even aan die microfoon willen krabben? Wie van de drie? De bezelum.
die dus beneden staat, die zwarte. Het is een muziek die steeds populairder aan het worden is. De Noord-Amerikaanse jazz, dus die wint in Suriname ook veld. En daar ben ik erg blij om, omdat het erg goede muziek is. Maar op dit ogenblik is er slechts een beperkte groep mensen die zich met deze muziek bezighoudt. Suriname is tamelijk verwesterd. En die verwesterdheid drukt zich ook uit in de muziek. Er is in Suriname veel soulmuziek en rhythm en blues muziek geweest, wat eigenlijk ook negermuziek is. Maar deze muziekvormen gaan helaas niet diep, maar je kan het vergelijken met de West-Europese popmuziek voor de blanken. Nou, ik neem even een stukje op. Speelt u maar even, kunt u zelf beluisteren. Weer dat? Is ontwikkeld bij de bouw van bruggen. Waarom zouden we bruggen over grote rivieren niet kunnen bouwen in de vorm van een systeem zoals dat daar is uiteengezet? En dat is dan de zogenaamde vrije uitbouwmethode, waarbij men telkens een stuk brug maakt. En we beginnen dus bij de pijler uiteraard. En dan met behulp van een aparte bekisting, die ik dan hier eventjes heel simpel aangeef. Met behulp van een aparte bekisting hier een tweede stuk tegenaan stort. Dat kan je natuurlijk heel mooi doen. Daar in het werk een stuk tegenaan storten. Maar het grote probleem waarop gaat reden is, hoe kunnen we nu eigenlijk daar een geheel van krijgen? En dat moet dan helemaal
uitwendige kracht die ik ook dit stuk ga uitvoeren. Dat is niet wel aardig. Een uitwendige kracht is er ergens bij. Muziek is voor mij belangrijk omdat het, omdat het bij mij, behalve een hobby, is het een innerlijke stroming die ik moeilijk kan remmen. En de studie is belangrijk in verband met mijn toekomst en eventueel aan de opbouw van Suriname zelf. En om bijvoorbeeld ook in andere landen van Zuid-Amerika wat te kunnen doen. Zoals ik zei, wordt het erg moeilijk om het te combineren, maar ik ben tot een zeker vorm van schema gekomen. Niet zo letterlijk interpreteren een schema, maar ik probeer toch om op gezette tijden te werken. En het resultaat daarvan is voor mij dat ik met veel korter werken veel meer resultaat kan bereiken. Hoewel ik de stof toch volkomen begrijp en ik vrijwel als iedere student kan rondlopen. In de studentenwereld gaat het vrij goed, maar in de samenleving, nou dan moet ik het woord discriminatie laten vallen. In de samenleving bestaat discriminatie en het bestaat wel degelijk. En ik vind dat het in Nederland in een tamelijk grote vorm bestaat. Nou maar omdat ik me als mens boven deze minderwaardige vormen van intermenselijke verhouding voel, dan stoor ik me er gewoon niet aan. Bij wijze van spreken, als iemand het gevoel zou hebben dat hij me niet accepteert, accepteer ik hem ook niet. En als hij het wel doet, dan doe ik het wel. Zo zie je dat het leven van een filmster zwaar is. En het maakt niet uit of het een Nederlander of een Surinamer is of een Chinees. Maar als een medemens mij accepteert, dan accepteer ik hem ook. En ik ga dus op het individu af. Ik veroordeel geen grote groep mensen, want dat is fout. Ik componeer erg veel en ik heb ook een stuk voor Anita gecomponeerd. Het is dus Anita Brevel, dat is mijn vriendin in Delft. Ik ken dus hele Suriname en zij studeert dus scheikunde, ook aan de TA Delft. En ze woont in de kamer tegenover mijn kamer. Thank you.
Het is namelijk zo dat ik eigenlijk klassieke muziek zou gaan beoefenen. En dan en denken veel mensen als figuren als John Helstone, die erg goed is en nu in Amerika bezig is. Het is bij mij zo, ik heb me ontzettend verdiept in mezelf. En het is iets dat bij mij elke keer weer terugkomt. Om het zo te zeggen, ik leid aan een enorme zelfkritiek. En daarom doe ik bepaalde typische dingen vaak. Ik luister ontzettend vaak naar mijn muziek. Nou, misschien klinkt het gek, maar ik kijk naar mezelf vaak in de spiegel. Om een beetje meer te weten te komen wie je bent en wat je bent. En ik schrijf ook wel eens een gedicht als ik iets kwijt wil wat ik het niet eens ben. En ik wil daarmee alleen zeggen dat ik mezelf ben gaan ontdekken als mens. En dat ik mezelf dat ik mijn eigen oerelementen ben gaan ontdekken. En me daarvoor helemaal niet schaam. Integendeel, ik verheug me er erg in dat ik ze heb ontdekt. Ik speel ook klassieke muziek. Maar er zit ergens toch, ze zijn beide gevoelsuitingen, maar de jazzmuziek komt ook erbij een oeruiting, iets dat nog dieper gaat dan alleen het gevoel sommeren in noten, wat ook op zichzelf erg belangrijk voor mij is. Maar ik speel dit met de aal, speel ik dus de melodie mee. En het is dus geen triool, maar het is dus een achtste. Nou, hier zo. Ik kan je lezen, het zijn maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e maand voor B. Oh ja, hier zo begint die dingen aan. Ja, een maand maar. Een kwart en ja. Van de fluit. Ja. Half even. Op deze maat, hè? Ja. Dus we beginnen op de achtste maat. Wat? De achtste maat? Voor B. Over B. Waar we net over hadden. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan spelen we gewoon tot B alleen maar. Ja? Ja. 4. We zijn hier samen gedrongen in een heel klein gebouw dat haast buiten de stad staat om maar toch een concert te geven. Ik wil hier alvast de leden voorstellen van deze lawaaibox. Daar zit Max Bolleman achter de drums.
Dan hebben we Arnold Doje Weert uit Amsterdam. En dan hebben we Rob Franke uit Soest, ST, hè? Soest. En mij mag je maar vergeten. Hey. Het volgende nummer is getiteld Wheels.
Wandelen in het bos. Het groene groen is nog nat van de dauw. Het is nog koel en stil. De dorre bladeren begeleiden mijn langzame voetstappen. Een eentonig gezang, eenzaam klinkend, zachtjes ritselend. Alsof iemand naast me meeliep, die zweeg net als ik. Om te luisteren naar het zwijgend praten van de lianen tegen de bejaarde stammen en de planten tegen de weinige zonnestralen.
zo argeloos, zorgeloos binnenkomend, hun wekkend uit de stille slaap, spelend met hun dunne bladeren en zachtjes de donkere aarde verwarmen. Het welkomsymbool, ongeschreven, niet gezegd, niet gehoord. Toch zo natuurlijk deze vroege natuur. En ik weet niet waar ik ben. Mijn ogen zien haast niks meer. Mijn oren. En lippen kunnen nog alleen maar bewegen. Dan sta ik stil en ril. Even, heel zacht. Denk aan alles en toch niets. Zo natuurlijk. Krijzende papegaaien trekken voorbij. Was Ronald Snijders in het jaar 1974. En ik bedank de Wereldomroep voor deze prachtige zwart-wit opname. Ik bedank u voor het kijken. Laat gerust een like voor de video achter. Deel hem gerust met je vrienden. En natuurlijk abonneer op mijn kanaal als u meer van dit soort filmpjes uit het verleden wilt aanschouwen in kleur. Dat was het. Ik wens u superveel geluk met wat u aan het doen bent. En dan ziet u mij in de volgende video weer terug. Blijf wel en Grand Annie.